Ik ben Greet. Ik geef les en ik ben gemeenteraadslid voor PvdA in Geel. Overal rondom mij zie ik de armoede toenemen. Mensen met een veel te klein pensioentje. Alleenstaande moeders. Jongeren die afhankelijk zijn van slecht betaalde interimcontracten. Heel veel mensen hebben het echt moeilijk in deze samenleving. 1 op de 6 kinderen in België groeit op in kansarmoede. 1 op 6. Deze groeiende armoede ondermijnt onze samenleving. Ik ben Manal, studentenrechten en vlogster op YouTube. Ik vind het zo onrechtvaardig dat er wel steeds meer mensen bij de OCMW en de voedselbanken moeten aankloppen, er op 2 jaar tijd meer dan 12.000 miljonairs zijn bijgekomen. Dat is toch absurd? België is een van de rijkste landen ter wereld, maar die rijkdom is gewoon niet eerlijk verdeeld. Laten we de kloof tussen rijk en arm nu eens gaan dichten. De winsten gaan door het dak, maar onze lonen volgen niet. Onder deze regering zijn de reële lonen zelfs gedaald. Het is tijd dat we meer koopkracht krijgen, want het zijn wij, de werkende mensen, die de welvaart maken. Maar we moeten de armoede in ons land ook echt structureel aanpakken. De ministers tegenwoordig zeggen dat het allemaal onze eigen schuld is. We moeten maar beter ons best doen. Maar dat klopt natuurlijk niet, want het is heel hard zoeken naar een vaste job of een degelijke woonst als er gewoon te weinig beschikbaar zijn. Armoede moeten we structureel aanpakken. Dat is niet enkel goed voor mensen in armoede, maar gewoon voor iedereen.